De Walk of History is een idee van de Bergense kunstenares Pauline Bakker. Normaal gesproken is ze te vinden achter een schildersezel, maar ze liep ook al jaren met dit idee rond. Ik kwam op het idee toen ik een cursus polyurethaan gieten had gedaan. Toen leek het me heel leuk om tegels onder de grond te maken. 50 tegels vertellen 1000 jaar geschiedenis van Alkmaar. De verhalen zijn geleverd door de historische vereniging. Die hebben natuurlijk alle know-how in Drebbel. Dit is de rechtspraak. En dan is het altijd moeilijk kiezen, want het is een soort kanon van Alkmaar. Nou, er waren zoveel gaten inmiddels in die tegels, dus 4x50, 200 tekeningen. Dus daar konden we eigenlijk alles wel in kwijt. Alle 50 tegels hebben een sponsor. Van Marco Borsato tot aan de plaatselijke ijzerhandel, waardoor ze in de fabriek in Purmerend aan de slag konden. Tegel bestaat uit een RVS-bak. Vervolgens zit daarbovenop een acrylaat, dat is een kunststofplaat. En daarboven zit nog een traanplaat die hier in de watersnijder wordt bewerkt. Hufterproof? Ja, hij is hufterproof. Je kan erop lopen, zoals een dansje doen als je dat zou willen. Ja. Via een website is bij elke tegel het bijbehorende verhaal te lezen. Heel erg leuk om het nou uiteindelijk in de straat te zien liggen. Ja, 51.